Ja, dat is toch heerlijk, hè? Op zo'n oldtimer. Zo'n klassieke brommer. Maar goed, ze zijn natuurlijk niet echt duurzaam. En daarom worden ze bijvoorbeeld op sommige plekken in de binnenstad van Amsterdam al geweerd. En verdwijnt het dus langzaam uit het straatbeeld. Maar hier in Zwolle hebben ze gedacht, dat gaat niet gebeuren. We maken ze gewoon elektrisch. Koos. Goeiedag. Prachtige brommer. Hele mooie. En jullie maken deze dus elektrisch? Deze maken wij elektrisch. En niet alleen deze. We hebben hier een heleboel klassieke Honda's staan. Er zitten echt super unieke dingen tussen. Er zitten dingen tussen uit de jaren 70, jaren 80. Gaat voor ons door tot ongeveer 2000. Laat eens dat zien. Waarom is dit zo mooi? Nou, pak deze bijvoorbeeld eens even uit de rij. Echt een pareltje wat mij betreft. Klassieke herenbrommer model, zoals het in de jaren 70 meestal werd beschreven. En ja, zo'n brommer dat mag wat mij betreft gewoon niet uit het straatbeeld verdwijnen. Ook een geweldig model. Meest verkochte voertuig ter wereld. Deze voertuigen rijden vooral in Azië. Oh ja? De Super Cup. Ga maar eens googlen, hele volkstammen rijden erop. Ze worden helemaal volgestapeld met marktkraampjes en mensen zitten er met z'n drieën of met z'n vieren op. Oh ja, ja. Ik gaan de hele wereld over. Vietnam, precies. Oh ja, tof ja. Meest verkocht? Super geweldig. Ja, dus echt het meest verkochte voertuig ter wereld wat hier staat. En jullie dachten, dit mag niet weg. Dit mag gewoon niet weg. Zeker niet. En juist dit model is ook super geschikt om te bouwen naar elektrisch. We zijn dus druk bezig om daar een ombouwset voor te ontwikkelen. We hebben hier een voorbeeld van. Hier bijvoorbeeld een achterwiel. Alleen, dit is niet meer een normaal achterwiel. Dit is feitelijk de motor. Ja, precies. De bedrading hangt er al voorbereid aan. Dus die komt dan... Die komt dan hier. Precies. Met remmetje en al. Remmetje zit daar ook. Basisconcept is bijna hetzelfde. Het enige is, we hebben hier dan een naaf waar de motor in verwerkt zit. Oké. Okay. Nou ja, genoeg. Stroom nodig natuurlijk. Ja, uiteraard. Dikke accu. Accu'tje. Het idee is dat we de motor uitbouwen. Dat we die ruimte benutten om de accu te monteren. We hebben nog het een en ander aan nieuwe bedrading nodig. Gaat zoveel mogelijk natuurlijk aan de binnenkant van de motor. En aan de binnenkant van het frame. Deze komt hier. Is dit vrij eenvoudig om te doen? Het is redelijk eenvoudig, zeker omdat wij gaan proberen de set per brommer helemaal netjes voor te bereiden. Zodat het voor de hobbyist puur inbouwen wordt. Want nu komt het, jullie gaan dit niet allemaal zelf doen is de bedoeling. Jullie gaan dit gewoon als setje, zo hup. Precies. Dit komt dus gewoon in zo'n doosje, thuis gestuurd. De doos krijg je van ons, helemaal voorbereid. Kant en klaar met een omschrijvingje hoop ik. Juist. En dit gaat gewoon bij de hobbyist, komt het thuis. Dit krijg je thuis geleverd. En succes! Wij wisten van tevoren welke brommer jij had. Dus we bereiden de hele set voor je voor. En jij gaat bouwen. Maar goed, als ik het niet zelf kan, dan kan ik hier dus terecht. Ja, wij kunnen het ook volledig voor je doen. Mag ik hem even proberen? Zeker. Dus nu hoef ik niks meer te doen? Ontgrendelen en rijden. Jongen, jongen, hè? Fluisterend kom ik weer aangereden. Heerlijk hoor. Heerlijk hè? Ja. Een relaxed ritje. 45 km per uur ga je. Ongeveer 50 km kun je halen. En totaal geen schuldgevoel onderweg. Tot zover. De e-timer. De e-timer. Zo noemen we hem.